Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Dames, daar zitten we dan. Ja. Ja. Een beetje vreemde gewaarwording zo, hè? Zo aan het eind van het jaar, begin nieuwe jaar, dat we hier zitten. Want de laatste keer dat we hier zitten voor smaakmakers. Ja, dat klopt. Ja. 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 En een jaar vliegt om. Ja. Ja, volgens mij hebben we 2 jaar smaakmakers gedaan bij Breda Nu. Ja. Ja. 2 jaar volgens mij. Precies 2 jaar. Ja. En ik heb het een beetje zitten berekenen. Ik geloof dat we in ieder geval meer dan 60 smaakmakers, smaakmakende gasten hier in Hanos ISPC te gast hebben gehad. Ja, want smaakmakers, hè, voor de mensen die het programma nog nooit gezien hebben. Ja, kan ik me niet voorstellen, voor mensen die nu naar Breda Nu zitten te kijken, dat ze dan smaakmakers niet gezien hebben. Er werden altijd smaakmakende gasten uit Breda uitgenodigd door jullie. Ja, hè? Zeker. Ja. Wij nodigden eigenlijk binnen ons netwerk de smaakmakende gasten in Breda uit. Mm-hmm. En het was ook altijd al heel leuk om dat te bedenken en te doen, vond ik. En er zijn zoveel smaakmakers ook. En zoveel smaakmakende evenementen ook in Breda. Ja. Dus we hadden eigenlijk best wel... Eigenlijk nooit problemen om goede gasten wat dat betreft te vinden. Nee. Nog? Ik vaak nog lastig kiezen. Ja. Ja. Er zijn zoveel initiatieven. Ja. En altijd in combinatie natuurlijk met een chef. Dat, ja. Ja, en het was ook wel leuk om die combinatie te vinden. Mm-hmm. En je merkte ook wel dat de chefs daar dan ook weer enthousiast op reageerden. Dus als we ze vertelden van je gaat samen koken met... Dan zijn ze ook leuk. Ja. Gaan we doen. Want Isabel van Waarsbergen, jij bent van de Hanos ISPC. Ja. Hè, waar we 2 jaar te gast waren om dit programma steeds op te nemen. Jij zorgde ook altijd voor die restaurants. Dat was meestal jouw taak, zeg ik dat goed zo? Ja, de restaurants, maar ook eigenlijk de smaakmakers. Ja, die kwamen eigenlijk ook... Ik heb een redelijk groot netwerk mm-hmm. op business-to-business gebied. En de meeste gasten kende ik dan. En die gaf ik dan vaak door aan Marieke. En Marieke nam dan contact met ze op. En bereiden we zo bereiden we eigenlijk de uitzending voor. Ja. En zo hebben we bijna 60 gasten gehad dus. En meer ook evenveel chefs hè, van restaurants. Ja, ja. Ik vroeg eigenlijk alleen aan en Marieke, die maakte het af wat dat betreft. Ja. Ja. Kopt ze het in, hè? Ja. Kopt het ik zie dat de fles al een beetje half open is. Maar open heb je ook niks natuurlijk. Hè? Nee. Maar misschien wel een beetje symbolisch. Ja, aan de ene kant van, weet je, wel 2 hele mooie jaren gehad. Maar toch ook een afsluiting. Dit is ook een beetje een afsluiting. Maar we hebben zeker wat te vieren, denk ik. Ja, omdat we moeten volgens mij best trots mogen trots zijn, denk ik. Hij klopt eigenlijk wel lekker. Lekker, ja, dat heb je goed gedaan. Echt hoort eigenlijk niet echt, hè? Nee, trots denk ik. Ik ben in ieder geval heel erg trots dat we dit programma 2 jaar met een leuk team hebben mogen maken. Ja, ja en, want wij komen nu in beeld, maar we hebben natuurlijk ook nog de cameramensen, de geluidsmensen, de mensen die het gemonteerd hebben. Hè, die zijn natuurlijk net zo belangrijk, want zonder hun waren wij natuurlijk ook weer niks. Ja. En er waren natuurlijk gasten van evenementen die jaarlijks georganiseerd worden of die een bepaald jubileum hadden. Hè. Ik denk onder andere aan het Begijnhof. Ja, dat was bijzonder. 750 jaar in 2017. Dan laten we eventjes kijken naar wat beelden van evenementen, zeg maar. Ja. Midden in het drukke centrum van Breda ligt een oase van rust. Binnen een hoge ommuring vinden we daar het Begijnhof. De historische huisjes aan de lange zijden dateren uit de 16e eeuw. In de zomer trekt het Begijnhof veel bezoekers. In deze tijd van het jaar heerst er vrijwel absolute rust. Ja, er waren natuurlijk ook een paar evenementen bij die alleen dit jaar worden gehouden. Hè. 750 jaar Begijnhof, 10 jaar Settime met Lydia en jouw zoon zagen we daarbij. Hè? Ja, dat, was ook, dat was ook wel bijzonder. Ja. Hij is kleine... overigens nu bij Settime. Oh, ja? Dus hij heeft al andere reportages ook gemaakt. Dus dat is wel heel leuk. Hij is verslaggever daar geworden. Zijn er nog bepaalde gasten die jij je heel goed herinnert? Ja,
ik vond met name dit jaar heel erg leuk. Maar dat is denk ik ook mijn eigen achtergrond. Ik ben ook wel altijd vanuit mijn eigen professie ook altijd wel conceptmatig bezig. En toch wel echt in die marketing-communicatiehoek. Dus ik vond met name de gasten als een Kees Vaas, weet je, die het hele gedachtegoed, de stad, dat slogan Breda brengt het samen. Ja. Maar ook alles wat daarmee te maken heeft, alles wat er zeg maar marketingtechnisch voor zorgt dat de stad Breda nog zichtbaarder wordt, maar ook nog aantrekkelijker wordt voor de mensen die er wonen, werken, leven, maar ook de mensen die de stad bezoeken. Mm-hmm. Dat is een opening van een nieuw stedelijk museum, dat is een Breepark. Dat zijn al die initiatieven die hier nu nieuw zijn. Ja, en die, er gebeurt ontzettend veel. Grote kerk, met weer nieuwe de vrienden van. Ja. Heel veel gebeurt er. Ja. En dat vind ik altijd heel erg leuk. En ik denk dat we daar ook een mooi podium voor hebben geboden hier. Ja. Om dat te kunnen laten zien en met die mensen in contact te komen. Ja, jullie hebben eigenlijk nooit moeite gehad met het uitnodigen van gasten. Dus nee, en het gasten vinden vonden van het gasten. Altijd leuk. Ja. Ja. En wij vinden het ook leuk om die restaurateurs allemaal zichtbaar te maken. Ja, ja. En je merkt ook, en dat vind ik dan ook leuk, die komen dan in ons programma. En dan, dan zie je ze hier weer terug in de winkel. En krijg je toch een beetje door zo'n kooksessie hier, krijg je ook alweer een beetje een speciale band, denk ik, met die mensen. Ja. Dus, en over het algemeen, als jij contact opnam met zo'n restaurant, dan waren ze vrij snel akkoord met jou om hier naartoe te komen. Ja, en leuk ook. Velen dachten ook goed na over hoe het dan paste, qua gerecht paste in het seizoen. Dus en ik vond het ook leuk om de winkel op die manier te laten zien. Dus ja, al met al heeft het ons eigenlijk ook heel veel gebracht. Dus, We gaan nog eens een keertje die keuken van de Hanos ESPC in. Ja, dat is deze. Ja. Moet je eigenlijk al onderkijken, zitten we om even heen in. Die kun je hierin gooien. Ja. Eigenlijk is het kwestie van stukjes breken en dan daarin stoppen. Prima. Gaan we mee doen. Een glaasje wijn bij een Italiaanse versie van een club sandwich. Zeker. Nou, uiteraard hebben we daar Italiaanse wijn bij geselecteerd. Het is van de Vermentino druif. Komt uit de Maremme. Het is een subgebiedje binnen Toscane. Nou, Toscane, daar hoef ik geen tekening bij te maken, denk ik. Dat is wel bekend, hè, onder de Nederlanders. Mooie frisdroge witte wijn. Heb je die pesto zelf gemaakt? Die heb ik zelf gemaakt. Met verse basilicum, parmezaan. Wat doe je daar allemaal bij? Bijenboompitten. Ja? Parmezaan, verse basilicum, olijfolie en lekkere afkruiden met peper en zout. The most important thing when you cooking is okay, good product, okay, good materials with good tools, but the most important thing is the love. Ik doe goed hebben in specifiek. Zet ik de pitjes in de peper, gaan die mee? Of? Die gaan zeker mee. Oh. We moeten even lekker die extra spijzen hier wel aan de olie. Heel voorzichtig. Alsjeblieft. Heel voorzichtig. Dus de groene takjes moeten eraf, hè? Ja, de groene, alleen de tomaatjes zelf. Alleen de tomaatjes zelf. Ja. En hoeveel munt wil jij gesneden hebben? Oh, dat mag best wel. Best wel veel. Kijken, hoor. Oké, okay, dus jij zegt op een gegeven moment... Gebruik dit maar genoeg om de blaadjes ervan af te halen. Okay. Zijn we heel end. Hoeveel zijn we? Perfect. Ja? Ja, perfect. En dan één keer zo. Ja, zal ik even laten zien. We zijn nu gewoon zo door naar beneden. Ja. We kunnen dit allemaal in blokjes gaan snijden. En kook je vaak thuis? Ja, eigenlijk iedere dag. Ja, natuurlijk. En zijn er dan dingen waar je op let met eten? Of, Ik ben wel van het verste en het gezonde. Uh-huh. Dus daar probeer ik heel erg op te leggen. Ja. Maar ik heb niet altijd tijd. En als ik zie, dat heb ik net de zwaan wel gezien in de keuken, hoe arbeidsintensief sommige gerechten kunnen zijn. Ja. Ja, dat krijg ik thuis niet voor elkaar. Nee, dat snap ik. Ja, de keuken, hè, kan niet missen natuurlijk. Nee, precies. Dus een belangrijk onderdeel was dat van het programma Smaakmakers. Ja, jullie... en ik denk ook dat het juist leuk maakt. Dat interactieve is toch altijd heel leuk. Ja. Nou, jullie hadden het zojuist al over Breda brengt het samen, over What's New in Town. Dat lag jullie eigenlijk het meest het na aan het hart, hè, van de smaakmakende gasten. Het is ook leuk om dat aan de stad Breda te laten zien. Ja, en Breda nu is natuurlijk van de stad Breda. En er gebeurt ongelooflijk veel, hè, met het nieuwe museum.
het Stedelijk Museum, maar ook Breepark. Er zijn zoveel mooie nieuwe initiatieven. Ja, wat natuurlijk prachtig was om dat hier te kunnen laten zien. Ja, dus, ja. Ja, we hebben toen ook gehad dat bureau hè, wat die slogan verzonnen heeft. Breda brengt het samen. Ik ben even zijn naam kwijt. Kees Vaas. Ja. Kees Vaas, ja. We hebben toen ook aan tafel gehad. Die heeft het allemaal uitgelegd. Over het DNA van Breda gehad. Nee, ik vind het heel erg mooi dat nu daadwerkelijk ook ontwikkeld is. Het is ook een lang traject geweest. En als iedereen nou op dezelfde manier naar buiten gaat verkondigen, onder dezelfde paraplu, in dezelfde sfeer, hoe leuk Breda is, dan denk ik dat het voor al die nieuwe initiatieven de stad alleen nog maar mooier maakt. Ja. Breda brengt het samen. In Breda komen de mooiste dingen samen. De allure van een grote stad en de geborgenheid van een dorp voor bewoners. Maar ook een ideale ligging en een creatief klimaat voor ondernemers. De beste opleidingen en de hoogste kroegdichtheid voor studenten. Gezellig winkelen en een historische omgeving voor bezoekers. Breda brengt het met alle Bredanen samen. Tot één stad met ambitie. Waar de kwaliteit van leven, wonen en werken goed is. Die internationaal perfect gelegen is. Een stad waar we met elkaar voor staan. En die we graag samen verder blijven ontwikkelen. Een stad waar we samen trots op zijn. En die we graag met de hele wereld delen. Breda brengt het samen. Aan tafel, Kees. We zagen zojuist wat beelden zeg maar, van het resultaat wat jullie zeg maar, jullie hebben de opdracht van de gemeente gekregen om mee te denken over het merk van Breda. Klopt, ja. En dit was het resultaat, of misschien ook wel weer het startpunt. Ja. Was het nodig? Nou ja, ik denk het wel. Maar wat we hebben gezien op een gegeven moment is dat mensen in Breda, en dat hebben wij wel eens met een knipoog de Bredaanse ziekte genoemd, is dat wij gaan er allemaal vanuit dat de hele wereld weet dat Breda de mooiste stad ter wereld is. Mm-hmm. En wat hier allemaal te doen is. En dat is niet altijd zo. Dus je moet, ook als stad, moet je heel kort je verhaal kunnen vertellen. Waarom je interessant bent om je als bedrijf te vestigen. Waarom het leuk is om er een dagje naartoe te gaan of een weekend. Waarom het een leuke stad is om te studeren. Ook natuurlijk waarom het een leuke stad is om te wonen. En iedereen. Leuk. Ja. Straks lekker een hapje. We zagen net wat beelden van het door jou in het leven geroepen, geopende Gimbrère Theater. Schort uit, aan tafel. Ja. Ja. Dat zag er professioneel uit. Als dat evenement net zo professioneel in elkaar zat, dan zal dat vast heel erg leuk geweest zijn. Nou, lekker aan tafel. Nou, zo is het. Schort uit. Gaan we eens even praten over de singelloop. Ja. We zagen zojuist wat beelden van de 2015 editie, dat wel. En als ik er zo aan... Nou dames, daar zitten we. Beetje knus, hè? Aan de staattafel, zo hier. We zagen zojuist wat beelden waarin Babs van Geel, de voorzitter van de stichting, eindigde met, ja, ik vind het een heel mooie uitspraak. We zijn elkaars medicijn tegen eenzaamheid. Ja, de laatste minuten dat we hier aan tafel zitten, aan deze tafel van de Hanels ISPC, hebben we heel wat keer gezeten. Ja. Ja, altijd gezorgd dat de achtergrond netjes was. Het is nu een beetje rustig in het restaurant, maar we hebben ook wel eens gehad volle bak hier. Ja, zeker. Ja, ja. Wij hebben hier altijd met veel plezier gezeten. We waren blij dat we hier te gast waren. Ja. Leuk, dankjewel. Nou, deze co-creatie had ook alleen maar kunnen werken met een partner. Want anders was het gewoon niet gegaan. Nee. Kijk, en nou ja, we werden hier altijd goed verzorgd, hè, met de lunch. Altijd de inwendige mensen zorgen altijd heel goed voor. Wij kennen heel de zaak hier inmiddels, ieder en hoekje. Zij kennen jullie. Ja. Het is echt een walhalla, hè, zo kunnen we toch wel... Absoluut. Maar na 2 jaar meer dan 60 smaakmakers aan tafel, is het gewoon tijd voor iets nieuws. Je gaat misschien wat anders doen bij Breda nu? Misschien. De onderhandelingen zijn nog in volle gang. Precies. Ik niet hoor. Zo gaan we het jaar uit. Nou, we proosten in ieder geval op al die smaakmakers van de afgelopen 2 jaar. Dankjewel. Dankjewel. Leuk met jullie samengewerkt te hebben. Ja? En altijd de mooie decoraties van jou. En styling ook, hè? Styling, ja precies. Proost. Proost. Op 2018. Mooi jaar. Ja? Ja. Thank you.
Breda Nu. Je weet het meteen.